bewoner bent van Graaf Eiland. Ah. Sinds 2 weken hebben we dus in Dok 48 hebben we een verzamelbeurs. Nou ja, wij werken nu samen als alliantie en VVE-bestuur in de Witte Kaap naar de leefbaarheid. Ik ken heerlijk fietsen in het Diemenpark. De mensen die boodschappen doen, die kunnen niet echt makkelijk in en uit de tram stappen als je niet op de halte stapt. Vanavond hebben we buurtplatform Haven Eiland Oost. En het is een groot gebied van het haven, de haven op Eiburg, tot Theo van Gogh Park, Blijburg. Allerlei woonblokken zitten erbij. En het is eigenlijk de eerste keer dat we in dit gebied een bijeenkomst hebben. Die gaat over wat hier leeft, wat hier speelt, wat zijn de thema's. En het is eigenlijk dus ook de eerste keer dat het netwerk van actieve mensen, bewoners bij elkaar is om met elkaar te kijken wat je zou kunnen doen. Geschreven bij het Van Gogh Park dat het gehoorig is, dat het donker is en onverlicht. Ongeveer 9 maanden geleden ben ik een website begonnen, halloeiburg.nl. Die is dus al 9 maanden live. Op die website kan je een kalender vinden. Op die kalender staan alle activiteiten van Eiburg. Je kan daar zelf je activiteiten bij plaatsen. We hebben het gehad over het feit dat er geen buurthuis was hier. En hoe we dat wel konden gaan doen. Nou, we hebben ook gesproken dat er een flexbib komt. En dat we daar misschien elkaar kunnen gaan ontmoeten hier op Eiburg. Het stadsdeel maakt elk jaar een begroting. En geeft dan aan wat waar daar wordt uitgegeven. En wat vanavond eigenlijk gebeurt is dat we kijken of dat wat mensen belangrijk vinden hetzelfde is als waarvan het stadsdeel denkt dat het geld naartoe moet. Even jullie top 3 onderwerpen noemen die bij jullie echt eruit sprongen. Een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Meer groen. Parkeren bij de haven is een issue. Parkeren algemeen, dat de kosten erg hoog zijn. Daarvoor gaan mensen ook naar buiten Eiburg om boodschappen te doen. Precies, zwembad, boerderij, kinderboerderij. Bij ons gaan we het gewoon. Dus dadelijk verder met u uit willen werken. Diana is onze eerste medewerker voor het verzorgen van de dieren. Want ze werkt nu op de Badhoeve in Badhoevedorp. Dat is een eindweg. En ze wil niets liever dan op de boerderij op Eiburg komen helpen. Dus we zijn ontzettend gelukkig met onze eerste medewerker. Ja. Wat mooi is van Eiburgers is dat er heel veel energie zit. Het zijn allemaal hele slimme mensen. Hè, met energie en ervaring. Maar het is ook een kwestie van bundel die energie nou, hè, want je kan niet alles doen. Er waren veel mensen en er is ook hier weer veel positivisme, zullen we maar zeggen. Ik heb heel veel leuke gesprekken met mensen gevoerd en ik vond het een leuk en nuttig avond. Ja.